Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. 6 nieuwe scholen in planning voor binnenland. Bureau gemeenschapsprojecten opent speeltuin te Marienburg. Deelname Suriname aan COP27 belangrijk en effectief. En AWJ organiseert workshop ontwikkeling derde Decent Work Country programma. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft 6 nieuwe scholen in de planning voor het binnenland. Deze informatie verschaft onderwijsminister Marie Levens het parlement op dinsdag 8 november 2022. De bewindsvrouw ging in op vragen van leden van de Nationale Assemblée betreffende de onderwijssituatie op Loka-Loka. De regering heeft volgens haar 160 miljoen SED beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Dank u wel, voorzitter. Er is 1 school niet gestart en dat is de school op Loka-Loka. Alle andere scholen zijn gestart en op tijd. We zijn dit voor het eerst, zijn alle scholen op hetzelfde moment gestart. Op Loka-Loka hebben we echt een probleem. Vanmorgen hebben we nog met de aannemer gesproken. De regering heeft 160 miljoen ter beschikking gesteld. 60 miljoen voor leermiddelen, die worden dus op dit moment gedistribueerd. Dus die achterstand wordt ingelopen terwijl ik met u praat hier. En die andere 100 miljoen voor reparaties. Ik heb begrepen dat we een enorm groot financieel probleem hebben. En dat het noodfonds dat eigenlijk bestemd is voor onder andere dit soort zaken, dat het voorlopig geen geld heeft. Maar het moment dat ik geld heb, want we hebben het al helemaal uitgezet, tot in de puntjes. Dus het moment dat er wat geld is, gaan we beginnen met de bouw van de school op Loka-Loka, op Godoolo, op Gunini-Krikimovo. En ik denk Malobi hebben we ook nog een probleem. Maar we hebben 6 scholen nieuw te bouwen in het binnenland. Het moment dat ik geld heb, begin ik. Als ik het vandaag krijg, begin ik morgen. Want de aannemers staan in de startblokken om te beginnen. Ja, maar om de school te starten, als het nu gaat om 1 school zoals u heeft gezegd, kunnen we geen tenten sturen alvast om dus de kinderen te laten, onderwijs te laten genieten toch? Ja? Een alternatief, want bouwen doe je niet in 1, 2, 3 dagen. Ja? En als we eerst gaan bouwen voordat ze gaan beginnen, dan zijn we maanden verder. Dus ik zou voorstellen om met een noodmaatregelen te komen toch? We kunnen beginnen. De leerkrachten die op Loka-Loka werken, hebben eigenlijk staken ze, die 3 of 4 leerkrachten. En dat is een probleem meer met betrekking tot, laat me het hier niet in alle details bespreken, maar ik ga nieuwe leerkrachten die kant op sturen. Want in feite kunnen we beginnen. We kunnen huizen huren in dat gebied. Want die leerkrachtenwoningen zijn absoluut niet goed. We kunnen huizen huren, maar ze willen gewoon niet terug. En we hebben gezegd, heel voorzichtig, dan ga ik nieuwe leerkrachten sturen. Toen is natuurlijk is het niet goed overgekomen. Heeft men gezegd, ik bedreig. Maar dat is niet waar. We hebben gezegd, we gaan huizen huren. En in die tussentijd gaan we met de kinderen werken waar we kunnen werken. Dus ik kan het oplossen, maar ik wil niet tot het uiterste gaan. Ik denk toch dat ik met nieuwe leerkrachten daar moet gaan werken in plaats van die 3 die daar op dit moment werken. Maar er is maar 1 school hoor waar we problemen mee hebben, de rest draait. In het kader van de uitvoering van het gemeenschapsprojectenprogramma heeft het bureau gemeenschapsprojecten een nieuwe speeltuin geopend te Marienburg in het district Kommerwijnen. De opening vond plaats op woensdag 9 november 2022. Bij dit moment waren onder andere aanwezig districtscommissaris Mohamed Safik Rajab, de volksvertegenwoordiger Surjani Mingun en Evert Karto en de projectmanager van Bureau Gemeenschapsprojecten Jaswan Dukaran.
na een hele poos, en ik heb het begrepen van het DC, er is een bepaalde behoefte en het is ook kenbaar gemaakt. En we hebben het ook gemerkt toen wij vorige week hier waren. De kinderen hebben al gebruik gemaakt van de speeltoestellen. We zeggen er is een behoefte. De kinderen willen ook naar buiten en willen rekenen. En een bepaalde recreatie moet er zijn voor hun. Daarom staat het er. Wij van het bureau gemeenschapsprojectenprogramma hebben zoveel als mogelijk geprobeerd te faciliteren. Dank gaat uit naar de leveranciers van de speeltoestellen, DNM Beeld. Dank gaat uit naar Wanisha Equipment en ook naar Bricks Graphics and Design. Het zijn drie namen bedrijven die in Komowijnen zijn gevestigd. Dus niets is uit Paramaribo gekomen. Het zijn de leveranciers, bedrijven uit Komowijnen die een bijdrage hebben geleverd. U ziet het hier, we hebben net een speeltuin geopend. En dit had ik geïnitieerd samen met het bureau gemeenschapprojecten. Samen met meneer Doekeran en zijn staf. Om hier een speeltuin op te zetten. Het was hier een hele open plek. Waarbij eigenlijk mensen wilden occuperen. Maar ik heb er toen een bord hier geplaatst. En ik heb toen werf van gemaakt. Omdat er hier kinderrijk plantage is. Marienburg geweest. En ik dacht van nee, ik moet een speeltuin hier opzetten. En je ziet het zelf dat die kinderen zo goed hebben opgevangen. Je ziet het hoe blij ze zijn. Blije gezichten. En dat is mooi. Het doet me heel goed. Via de coördinator van Financiën. Dat is Doekeran. En we hebben een project ingediend. Zeker 11 projecten waarvan 1 de speeltuin hier. En je ziet het vandaag. Het is al gerealiseerd. En er zijn nog een aantal projecten die nog gaande zijn in het district. Nou, dit is, je kan zeggen, het uitvoering tot opening vandaag. Een maand. En administratief waren we steeds bezig sinds juni 2022. Wat zou jullie volgende stap zijn? De volgende stap hier wil ik eigenlijk een volleybalveld hier zetten. Maar behalve dit, ik ben ook bezig op Tamarillo. Dat is aan de Mandoerweg. Er is een SKT-school. Daar ben ik bezig de bestaande voetbalveld te rehabiliteren. Een balvanger daar te zetten en het veld 10 meter... verschuiven naar achteren, waarbij dan parking zal gemaakt worden. En dat is ook uit gemeenschapsmiddelen. Ik ben bezig met de rechterhoever, dat is Margarita, een recreatiezaal. Op Larwijk ben ik bezig ook een aula met een brug ook. En op Voorburg een toilettengroep. Afgevaardigden uit bijna 200 landen gaven op dinsdag 8 november 2022 tijdens de VN-klimaattop in Egypte hun visie over klimaatverandering in de wereld. Deze conferentie volgt op het Parijsakkoord van 2015. Afgesproken was om de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur in 2050 ruim beneden 2 graden Celsius te houden. Minister Silvano Tjonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu geeft aan hoe belangrijk de deelname van Suriname aan deze klimaattop is geweest. Kijkt u mee. Heel erg belangrijk dat Suriname deelneemt aan de COP. Eigenlijk moet ik dan uitleggen wat betekent COP eigenlijk. COP is de conferentie die eigenlijk volgt op het Klimaatakkoord. Suriname samen met de rest van de wereld hebben een klimaatakkoord getekend eigenlijk een aantal jaren geleden. Het is dacht ik in 1995, dus zo'n 25 tot 27 jaar geleden, dat er een klimaatakkoord is overeengekomen. En waarom? Omdat men toen had gemerkt dat de temperatuur van de wereld, de gemiddelde temperatuur eigenlijk,
dat die steeds toenam en dat wetenschappers hadden ingeschat dat wanneer dat blijft gebeuren, dat er eigenlijk de gevolgen daarvan niet zo goed zouden zijn voor mens en dier. Dus vandaar dat vanaf toen er een klimaatakkoord is gekomen, daarna heb je gehad het Parijsakkoord. En het Parijsakkoord van 2015 heeft zaken eigenlijk een beetje beter in beeld gebracht. Waarbij afspraken zijn gemaakt door de hele wereld. Maar omdat men toen, dat dus in 2015, heeft men daadwerkelijk veel meer onderzoek gedaan. En toen was het zeker van als wij zo doorgaan, zijn we eigenlijk onderweg naar zeg maar vernietiging van de mens en van onze wereld. Dus wanneer mensen vragen stellen over wat we bij zo'n een klimaatconferentie doen, dan gaat het erom dat wetenschappers weten, en we zien het nu om ons heen, een heleboel landen, die hebben nu overstromingen, die hebben droogte, een heleboel zaken veranderen van het klimaat. En dan moeten we bij elkaar komen, omdat, weet u, en dat is heel erg belangrijk wat we moeten beseffen. Je moet erbij zijn omdat die oplossing niet in handen zit van één land. Die oplossing zit in handen van ons allemaal. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. En als het daarom gaat, als het gaat om het voortbestaan van de mensheid, dan lijkt het mij goed om erbij te zijn. In het Parijsakkoord zijn we overeengekomen dat we elk jaar bij elkaar komen om een paar zaken te doen. Eén daarvan is om te zeggen wat jij hebt gedaan in het afgelopen jaar. En het tweede is om na te gaan waar we staan voor wat betreft klimaatverandering. Dus als we niet bij elkaar komen of als we onszelf gaan isoleren, dan moeten we zelf ook instaan voor de consequenties. In het kader van het derde Decent Work Country programma van Suriname heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie een tweedaagse workshop georganiseerd. Minister McAndrew zegt dat Suriname zal voortgaan met het implementeren van het concept Decent Work voor een ieder. Het ligt in de bedoeling om in januari 2023 een aanvang te maken met de implementatie van dit programma. Een Decent Work Country programma houdt in dat een land aangeeft welke acties zij in een bepaalde periode zullen ontplooien om Decent Work verder gestalte te geven in hun land. En een Decent Work Country programma moet altijd in samenwerking worden opgesteld met de sociale partners. Dat zijn in het geval van arbeid de vakbeweging en de werkgevers. Maar ook andere relevante stakeholders moeten betrokken worden. In het geval van het derde Decent Work Country programma worden ook mensen uit de rurale gemeenschappen betrokken. Ik denk dat vandaag ook de kapitein van Ready Dotti aanwezig zal zijn om zijn input te geven. Zodat het programma inderdaad een inclusief programma wordt. Waarbij rekening wordt gehouden met diverse stakeholders, ongeacht waar zij zich in Suriname mogen bevinden. De workshop wordt verzorgd door internationale consultants die de ILO heeft aangehuurd om het proces van Decent Work Country programma ontwikkeling te begeleiden. Dus ik zei al eerder van ze waren al hier in oktober. Toen was de eerste workshop, dat was 2 dagen om input te krijgen van de stakeholders. Vandaag hebben we dan de validatiesessie waarbij stakeholders moeten aangeven als ze akkoord gaan met de geïdentificeerde prioriteiten en maatregelen in het programma. Gaan ze akkoord, betekent dat we kunnen afgaan of afstevenen op de afronding van het derde Decent Work Country programma. En we hopen dan ergens eind november of begin december het programma dan te ondertekenen. De ondertekening van het programma houdt in dat we ons vanaf 1 januari 2023
volledig kunnen richten op de implementatie daarvan. De ondertekening is dus heel belangrijk, omdat dat ook het signaal geeft aan de ILO van hey, de sociale partners in Suriname zijn het mee eens met de acties, voorgestelde acties en bereid om gezamenlijk te werken om decent work verder gestalte te geven in Suriname. Wij als land hebben een samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie. En die samenwerking is erop gericht om de levens van de werkende mensen en hun gezinnen te verbeteren. En daarvoor moet de regering een aantal maatregelen treffen, met name het ministerie van Arbeid, maar ook andere ministeries, zoals Sociale Zaken met name. En om die maatregelen te treffen, willen wij gebruik maken van de expertise en de kennis die er is bij de ILO. En wat we vandaag gaan doen, is voor de komende 4 jaren op een rijtje zetten op welke gebieden de ILO ons gaat helpen om het leven in Suriname beter te maken. En dat zijn er 3 belangrijke gebieden waarop die samenwerking gaat rusten. Ten eerste gaat het om dus die wetgeving. Wanneer we werken, dan moeten de regels duidelijk zijn. Rechten moeten duidelijk zijn. Voorzieningen moeten duidelijk zijn. Maar ook productiviteit. Want je kan een aantal voorzieningen vragen, sociale voorzieningen, maar je moet die voorzieningen eerst verdienen. Dus een van de zaken waarmee de ILO ons gaat helpen is productiviteit. Dat is 1 gedeelte, rechten van werknemers. Een 2e gedeelte is werkloosheid. We hebben een bevolking, jonge bevolking. De kinderen gaan naar school, ze studeren af. Soms gebeurt dat snel, soms iets later. Maar op een gegeven moment verlaat men de schoolbanken om te gaan werken. En dan moeten die mensen wel de juiste vaardigheden hebben om de banen te kunnen invullen die gaan ontstaan. We denken, er wordt veel gesproken over olie en gas. En voor olie en gas heb je specifieke vaardigheden. En wanneer die banen gaan ontstaan, dan moeten de Surinamers al ready zijn om die banen te gaan invullen. Dus het gereed maken van de beroepsbevolking, zodat die beroepsbevolking een goede baan kan vinden, goed inkomen kan verwerven, gezinnen kan onderhouden. Dat is het 2e gedeelte. En het 3e gedeelte is dat stukje van handhaving. Want je kan een heleboel regels maken, goede regels maken, moderne regels, maar die moeten ook gehandhaafd worden, gecontroleerd worden. En dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.